Esmee, gefeliciteerd. Jij bent bij de top 20 beland van de Next Gen en hebt daarmee dus een Next Gen Award gewonnen. Kun je eens precies uitleggen wat dit inhoudt? Ja, het is dus een verkiezing voor de grootste talenten over heel de wereld. En ik ben nummer 12 geworden in mijn leeftijdscategorie. Ja, en jij hebt deze award niet zomaar ontvangen van iemand persoonlijk, maar hoe heb jij deze in handen gekregen? Ja, die is hier binnengekomen op de post, gewoon op de club. We hadden training en toen is die binnengekomen en hebben tijdens de training onthuld dat ik dit heb gewonnen. Dus ik wist er zelf ook, ik was een beetje verbaasd en heel een leuk echte natuurlijk. Verrassing. Ja. Maar het is ook je eerste award, toch? Ja. Maar je zegt net, ik verbaas, je had hem niet verwacht dus... Nee, het was, ja, ik sta nog niet echt stil met wat ik allemaal doe en waar ik mee bezig ben. En dit is een hele mooie mijlpaal natuurlijk. Ja. Nummer 12 van heel de wereld is ook wel een hele grote selectie. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Ja, wat betekent deze award dan voor je? Ja, een beetje bevestiging van dat ik goed bezig ben eigenlijk. Dat ik ook wel stil mag staan en zeggen van ja, 12e en van heel de wereld, dat is wel iets. Dat is niet zomaar wat, dus... Ja, daar ben ik heel blij en trots op. Want je hebt geen tijd om stil te staan bij waar jij nu staat. Binnen PSV, binnen je carrière. Is dat echt zo? Ja. Ga je daar nooit bij stil? Ja, het gaat nu een beetje snel de laatste tijd. Ik heb afgelopen maanden heb ik een hele drukke periode gehad. En ook met PSV veel wedstrijden gespeeld. Ja. En ik had vorig seizoen al dat het allemaal per stap steeds meer. Steeds een stapje meer en meer speelminuten, basisplek, et cetera. Dus het gaat allemaal heel snel bij mij. Waardoor ik niet echt tijd heb om stil te staan van nu heb ik dit bereikt. En ik ben er heel blij mee. Ik ben er natuurlijk heel blij mee. Ja. Maar het gaat gewoon zo snel dat ik niet echt even kan zitten en zeggen van wauw, dit is wel te gek. Ja, ja, en niet vergeten, gedebuteerd bij Oranje. Ja. Ja, waar ga je nog allemaal naartoe? Je bent pas 18 jaar. Dus wat ligt er nog allemaal voor je in de toekomst? Ik denk voor mij dat deze zomer nog een WK onder 20 wordt. Wat een heel mooie toernooi wordt. En helemaal in Costa Rica. Maar EK, daar kan je wel stiekem van dromen, maar mijn ogen staan volgend jaar met WK, denk ik. Ja, we gaan je sowieso volgen. Maar waarom wij hier nu op het veld staan, ik wil even van jou weten, waarom hebben jouw medespeelsters zoveel aan jou binnen het team? Waar ligt jouw kracht om jouw medespeelster op een hoger niveau te tillen? Ik denk dat ik heel veel strijd lever en ook... Ik probeer super creatief te zijn. Het is ook leuk om te zien, denk ik, voor het publiek als je een creatief speelster bent. Maar ik heb ook veel plezier in. Dus dat je gewoon je ding doet en dat je gewoon vrij kan zijn en zo het team kan helpen. En ja. Maakt mij niet uit of ik assist of een goal maak, zolang we maar winnen en veel goals scoren. Ja. Is dat dan ook de reden, denk je, dat je deze award gewonnen hebt? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Maar we moeten niet vergeten, je hebt heel veel skills. Ja. Daar word je ook om geprezen. Dus ik wil eigenlijk aan jou vragen om je even om te kleden. En dat wij even 3 skills onder de loep gaan nemen. Dat je misschien mij iets kan leren. In ieder geval de kijkers thuis. Is goed. Gaan we dat doen? Ja. Top. Tot zo. Nou, Esmee, jij bent er helemaal klaar voor, zie ik. Maar voordat we beginnen aan die skills, wil ik eerst even weten hoe jij aan die skills komt. Heb jij iets van YouTube of van familie of echt van een trainer geleerd? Ik heb heel veel films gekeken, maar ik heb ook veel op pleintjes gevoetbald, op het schoolpleintje vroeger vooral. En ja, heel veel afgekeken van anderen eigenlijk. Ja, en van wie specifiek? Neymar en Marta. Ja, allemaal voetballers en ook om me heen, mijn broer. Oh ja, van je broer ook? Jawel, ze durf ik niet te zeggen, maar het is wel een beetje waar. Kun je het beter dan je broer of niet? Ja, nu wel. Kijk, dat horen we goed. Oké, nou, deze is voor jou. Jij gaat wat skills laten zien en dan ga jij stap voor stap uitleggen aan de kijkers hoe je dat precies doet. En dan kunnen jullie waarschijnlijk deze skills over een tijdje net zo goed als ik. Nou, dat was die Zidane. Ik ga jullie nu uitleggen hoe het moet. Je dribbelt naar voren en dan zet je je rechterbeen stil en dan draai je eigenlijk en dan neem je hem over met links en dan draai je door. Dat was de dubbele schaar. Je kan hem eerst in stappen opdelen, dus eerst een enkele met links en dan een enkele met rechts. En dan plak je hem eigenlijk bij elkaar en dan heb je het eindresultaat.
Ja, ik weet eigenlijk de naam er niet van, dus als jullie creatief kunnen zijn, dan hoor ik het hieronder in de comments. Ik ga hem nu per stap uitleggen. Het is eigenlijk een schaar en dan tik je hem met de binnenkant en dan tik je hem terug. En dat bij elkaar komt heel erg mooi uit te zien. Nou, dit is eigenlijk drie skills in één. Ik heb al eentje uitgelegd. Dat is die Zidane, dus dat is stap 1. Als jullie die onder de knie hebben, dan kunnen jullie verder bouwen. Dus ik doe dat eerst. En daarna kom je zo uit, waardoor je hem omhoog kan flikken. En als je het daarna nog leuk vindt, dan kan je met een hakje meenemen. En wat ik net deed was een hooghoudtrucje. Het heet volgens mij de Tuzani Around the World. Dus stap 1 om hem onder de knie te houden, onder de knie te krijgen, zou ik eerst een Around the World oefenen. Die gaat zo. En dan daarna zou ik deze onder de knie krijgen. En die plak je eigenlijk bij elkaar en dan heb je het eindresultaat. Nou, Smee, het zag er spectaculair uit. Ik doe het je denk ik niet na, maar doe jij deze trucs, nou volgens mij niet de laatste, maar allemaal wel eens tijdens een wedstrijd? Ja, ik probeer het wel. Het ziet er heel leuk uit natuurlijk. Dus als het lukt, dan is het alleen maar mooi. En wat is de reactie dan van een tegenspeler? Ja, die vinden dat niet zo leuk, denk ik. Nee, hè? Schrijf je dan extra in je handen daarna, van ja, is even gelukt? Ja, soms dan heb ik wel eens dat ik een beetje denk van oké, jou moet ik even uitspelen. Dus dan doe ik een extra trucje. Dus dat ziet er leuk uit en dat komt niet zo leuk over bij een ander. Maar ja, daar gaat het niet om. Het gaat om de actie zelf en ja, dat vinden het publiek wel leuk. Ja, en wij ook. Ja, ja, tof. Oké. Je hebt mij een beetje uitgedaagd net al. Hè, van je zou toch iets moeten gaan proberen als je dit aan mij vraagt. Ik denk niet dat ik de laatste ga doen. De vierde ook niet. Laten we even de eerste gaan doen. Dus dat was de Zidane, ja. Toch? Vertel mij nog één keer wat ik moet doen. Dus je gaat naar voren, zet je hem stil met rechts. Ja. En dan maak je een draai met links. Ja. Dus dan neem je over met links en dan draai je eigenlijk door. Dus je maakt een rondje met de bal. Oké. Dit is gewoon funny zone video's, jongens. Want ik kan niet voetballen. Oké, zeg nog één keer. Dus ik leg de voet op de bal. Ik loop hem mee. Ja. En dan stop je met rechts. Ja. En dan draai je hem om met links. Ja, en dan neem je mee. En dan draai je zo over. Ja. Okay. En dat snel bij elkaar, dat is de Zidane. Oké. Nou, daar gaan we, hè. Maar je schiet hem eerst een beetje naar voren, toch? Ja, om hem daarna stop te zetten. Rechts. Ja. Oh. Ah, bijna. Nog een keer. Ziet er makkelijker uit dan het is. Yes. Abab. Ja, goal. Dankjewel. Heel erg bedankt. Ga genieten van je award en wij gaan nog heel veel van jou zien. Yes, dankjewel. De skills van Esmee.